Deze katoenen kamerjas. Dit rokje wat ik laatst had gevonden. Deze riem heb ik ook in de kringloop. Topje in de kringloop in Hoofddorp. Mijn summer mixy matchy. Maar wat ik nu wil laten zien zijn twee dingen. Kringloopvondsten en mijn IKEA shoplog. 4 euro. En ik heb zulke vette sieraden gevonden de laatste tijd. Dat ik gewoon zin heb om hier de dingen die ik veel gebruik op mijn bureau neer te leggen. Dat ik ze meteen kan pakken. Dit zijn IKEA handdoekjes. We hebben gewoon te weinig. Ga er gewoon ook heel veel doorheen. Alle ongelukjes die er gebeuren. Bekertjes die omgegooid worden. Elke keer pak je dan maar het eerst beste doekje wat je ziet. Maar dan moet je het wel weer een schoon hebben. Dus dit zijn gewoon lekkere handdoeken met het haakje in het midden. Theedoeken, idem dito. Nooit genoeg van. Dit zijn 4 stuks. Dat zijn van die dunne, niksige doekjes. En we drogen ook vaak één dingetje af. Dus wij gaan niet à la old school de hele vaat met die theedoek afdrogen. Dus strepen, grote ruiten, kleine ruiten en kleine strepen. Hier bij Richie wilde dit heel graag hebben. In het washok op de plankjes rechts voor gereedschap en alle spullen die hij altijd beheert. Deze wilde Sydney hebben. Ik ben mooi weer van Helene. Nou, en dan deze uit de kringloop. Metaal met van dat plastic eromheen. Deze komt in mijn keuken om mijn vaatdoekjes in te smijten. En deze in mijn washok voor eenzame sokken. Dus het wassen gaat goed. Ik ben de hele tijd aan het vouwen. Dan hou ik af en toe een sokje over links en rechts. Ik zit nu te denken, het is redelijk royaal voor die paar sokken. Het kan zijn dat deze weer ergens anders naartoe gaat. En dat er nog een kleiner bakje voor gaat komen. 2,62 en deze 74 cent. Kijk, deze hangen we hier. Daar hangt wel een haakje voor. En dan kan dit er dus in. Kijk, het moet een ander haakje worden, maar dan hangt het hier. Kan het wel luchten. Deze. Precies hier. Het is zo dinsdag. Ik zit maar in een soort nest van mails en mails editen, opruimen. Dus ik ga lekker even naar buiten. Hartstikke mooi weer. Dus ik ga lekker op de fiets even naar de Havenstraat. Even rondkijken. Preppy look. Maar het is zelf erg mooi qua kleur. Bruin of white. En deze kleur blauw is toch echt een goede vondst dit, hè? En met dit geeltje erbij. Hier is dus dat navy ook weer heel mooi bij. En deze bril is van Le Specs. Ook al eeuwen oud. Kijk, het is een vintage Hunkemuller medium. Ik denk als hij heel groot was geweest dat ik hem wel had gedaan. Want dan kan het lekker als high winter trui. Dat is toch ook weer erg mooi gemaakt, hè. Zo'n digitale print. Hier, rip. Zo'n stuk kraagje. Dus ja. Oh, wat is dit? Schattig. Cute. Maar ik heb genoeg kussens voor nu. Het is ook een leuk patroon, vintage patroon. Ik weet niet, dit is denk ik een handdoek, maar er zit ook klittenband aan. Ja, dan kan je, er zit ook elastiek in, dus dan kan je hem zo omknopen. Maar dat hoef ik niet. Het is een mooie pot, maar te ondiep. Ja, dit glaswerk is ook wel lekker natuurlijk. Deze zijn ook wel heel cute. Maar ja, waarvoor? Kijk, deze bedoel ik eigenlijk. Deze. Dan zie ik nog dit werkje hier. Vind ik ook mooi. Deze. Is toch leuk? Wat is dit voor mandje? Hier, dit. Ja, dit vind ik dus ergens wel handig om een lepel op te leggen bij het koken, de spatel. Je verwacht het niet, maar ik heb maar één ding. En ik ga nu lekker naar de kilo-sale, dat zit hiernaast, dus dat is het voordeel. Je hebt altijd twee kansen. Dus ik ga thuis laten zien wat dat ene ding is. Het is wel een erg leuk ding.
hoe lekker dit broekje is. Maar te klein voor mij. Te klein, maar prachtig. Kijk die leuke franjes hier. Maar dit kan je natuurlijk ook zelf doen. Super. Gekke dingetje. Dit is zo'n ingeperste plooi. En dan zitten er hier van die semi-transparante pailletten. Wie bedenkt dit nou weer? Ziet er eigenlijk wel heel goed en heel lekker. Deze. Blazers. Wat is dat nou, hè? Dan kijk ik daar gewoon naar omdat het op de hanger leuk is of zo. Of dat ik wil dat ik dit ben. Kijk hoe mooi die schouder en die grote knoop. Dat maakt het een beetje clownes. Ja, die knoop, dat die zo groot is, maakt dit hele jasje. En die piping lijn over de schouder. En hij zit natuurlijk perfect. Het jasje, ik zag aan het materiaal dat het luxe was. Maar de fit, de snit is niet goed. Kijk, een hele sneuwe schouder en een hele gekkere verf. Ik denk dat iemand zelf gemaakt, dus die wel geld heeft uitgegeven aan de stof, maar niet aan het patroon. Ik twijfel dus al de hele tijd. Ik zag deze hier al de vorige keer. Dit jasje is precies zit niet aan maat en een heel mooie kwaliteit, maar het is een beetje preppy. Ik weet niet of dat leuk voor haar is. Kijk, wat een heerlijk labeltje. Dat lettertype. Zal ik het eens even passen? Hey. Zal ik hem terug hebben? En toevallig weer jouw filmpje vandaag hier weer. Nee! Ja. Oh, ik denk, je schrikt ook helemaal niet voor die camera. Ja, al die, een beetje die shops op Instagram en zo. En die delen vaak als jij iets deelt. Dus, ja. Heb jij deze gepakt? Nee, wil jij hem? Nee, volgens mij is dit een boek. Best wel nice eigenlijk hoor. En dit rokje ook. Ik wilde echt weggaan, maar kijk dit dan. Die bruine jas hier zo, die two-tone. Heel mooi, maar te klein. Gelukkig, jongens. Oh, deze jas. Even normaal. Wat een jas. Nou, weer mega geslaagd. Even kijken hoe laat het is, of mijn tijd al om is. 3:30. Oh. Ik heb nog tijd, want Gideon zei net, oh, heb je die Edgar Vos collectie gezien? Ik zo, nee, maar die waren ze nog aan het uitpakken, dus ik zei, ik kom zo even terug. Dus ik ga nu kijken. Ik denk dat het dit rekje is, want dit stond hier net of nog niet. Is dit een pak? Hold on. Deze. Staat het erop? Nee. Purple Rain. Niet normaal. Er zit iets van amandelpasta en dadel in iets met zout of zo. Blauwbessen, bananen. Het is heel koud. Heerlijk, hè? Nou. Dan heb ik weer energie om lekker naar huis te fietsen. Lucien stuurde een foto. Ze heeft het pak ontvangen. Mijn moeder heeft dat net langsgebracht. En die is er heel blij mee. Ik zal even een fotootje laten zien. Woehoe. Het is echt verslaafd. Ik weet niet wat het is. Een zoutje of zo. Ga ik denk een keer thuis namaken. Nou, anyway, genoeg gelul. Bye bye. Ik moet gewoon even zien hoe dit pak zit. Ik had niet laat pak, schoudervullingen. En het is een broek. Een soort hele lange Bermuda. Geweldig! Ten eerste, dit is volgens mij een heel cool bloemetje. Dus niet een tuttig bloemetje, maar een... Hé? Hey. En dan die Bermuda broek. Dus je ziet echt, het is een playsuit, maar dan veel ja, meer vintage. En hij is wel ietsje te groot. Dus misschien moet er nog toch een riempje om. Het zit heerlijk! Ik vind dit gewoon zo mooi. Dat schoudertje zo. Door die schoudervulling. Dat geeft het echt een boost. En dan die lengte van die broek. Je ziet echt wel dat het een broek is en niet een rok. Ja, ik vind het heel mooi deze lengte broek. Bermuda. Maar dan een playsuit. Maar dan eigenlijk als een soort blazertje. Wat een goede koop. Oké, dan gaat hij nu in de was.
Maar je moet je voorstellen, hier liggen dus mijn schatjes, wat ik heb gekocht. En dat ligt normaal heel netjes op een stapeltje te wachten tot ik tijd heb voor de try-on. En dan zie ik het vanuit mijn ooghoek en denk ik, ah, dus deze gaat eventjes in de was en de rest ga ik nog later aantrekken. Jongens, hello. Kijk, ik heb nu mijn strepen. Ik denk dat dit dan slank is en dan dit uitstaat. Dat is altijd mijn favoriete silhouet. Ja, zie je? Daar hou ik gewoon van. En natuurlijk dat die streepjes bij elkaar passen. Er zit nu de haarband in. Altijd deze slippers van vorig jaar. Ik ga even laten zien wat ik heb gevonden in de kringloop, jongens. Jongens, ik heb weer topdingen gevonden. Dat zag ik als eerst bij Gideon. Diadora, dat is toch jeugdsentiment. Ik heb wat ik graag draag. Zeker in de zomer. Ik hou niet van zonnesteken. Ik heb snel zonnesteken. En dit is lekker luchtig en cool, vind ik. Deze hebben jullie dus al gezien. Heel leuk. Ik heb heel erg zin in deze. Gideon zei dus, kom ze al zo nog even terug. Want ze zijn bezig met, zei die Edgar Vos aan het uitpakken. Dat was inderdaad een hele serie chique kleding. Deze broek lijkt wel ongedragen. Pantalon short zou ik het noemen. Dus de maat. Ja, ja. Het voelt heel goed. Heel gekleed. Ik vind het gewoon echt heel mooi bij je been dat die broek echt tot je knie komt. Gewoon een lekker lang silhouet. En meer dressy. In plaats van een rokje of een jurk vind ik dus deze korte broek ook kunnen. Ik heb echt 20 sportshorts. Dat is natuurlijk echt mijn smaak, maar daar zou ik niet snel naar een feestje aan doen. En dit wel. Dan iets waar ik waarschijnlijk niet in kom. Maar dat besefte ik me dus helemaal niet in de winkel. Ik zag dit. Ik dacht, oh, lekker zo'n oversized recht model. Maar toen thuis dacht ik, wat is dit voor klein strak jurkje? Dit is zo mooi. Ik was een beetje verblind door de strik toen ik hem meenam. Maar het is wel katoen, denk ik. Ja. Ja, helaas bij de buste veel te strak. Hierboven, dit kan. Die borsten. Sorry, ik hou even mijn hand voor, maar dit zit echt ingeplet. Terwijl dit toch cute is. Dus jammer genoeg, deze gaat naar de closet sale. Deze broek, wat een goede kleur. En lekker recht. Ik ben heel blij mee. Zo'n elastiek. Zit heel lekker. Kijk. Dit. Zo. Hele chille broek. Vind ik heel leuk met deze slippers ook. Ik zag dit, dacht ik, ja, dit is mooi. Fine, super fine Thai silk. Heel mooi die glans en dat werkje erin. En het model natuurlijk. En ik heb dit nog niet eens bekeken. Dit hoort erbij. Een broek, denk ik. Ik zag dit altijd ook alweer. Ik weet niet wat dit is. Kijk, het is deze vorm zit erin. Hier zitten koepnaden, dat moet hier. Je ziet hier twee koepnaden. Dus dat moet de kont zijn. Dit doe ik achter. Oh, ik zie het al. Er kan wel een broek van komen. Ja, ik denk dat die ook nog wel andersom kan. Hartstikke leuk, want dan heb je dus die splitten. Hè? Woehoe. En nu zit de split naar achter, maar je kan natuurlijk ook omdraaien en dan zit hij voor. Hij is wel, hè? Qua silhouet. Fraai. Kijk, dit is toch gewoon huwelijk waardig door de stof. Kijk, nu heb ik even de split naar voren gedaan. Dan heb je dus dit. Ja. Alleen als je dus heel heftig beweegt. Of danst. Heel mooi, chic pak. Ik kan het ook nog in de broek doen. Het is gewoon hartstikke mooi. Zou ik gewoon vandaag aan kunnen, naar de Albert Heijn kunnen, is er niks aan de hand. Maar je kan het ook naar een huwelijk aan en dan val je ook niet buiten de toon. Omdat het zo comfortabel is. Daar zit het een denk in of je het naar de Albert Heijn aan kan of niet. Level van comfort. Dit jasje. Geweldige hanger appeal. Ik zag het en dacht ik, ja, die kleur. Zo'n vintage label. Piping die erin gestikt is. Gewoon een heel mooi jasje. Hij moet alleen even lekker gewassen worden. Het is linnen met katoen. Dus het is een zomerjasje. Is voor mij dus echt een 10. Doordat die knoop oversized is. Ja, die schoudertjes. Ook heel lekker. Net even een beetje korte mouwen. Ja, vind ik gewoon heel mooi. Ik vind het echt een goede kleur.
moet zeggen dat ik in de zomer wel heel vaak even een blazertje pak voor over een slonzige outfit. Dus een t-shirt met een sportshort en het blazertje. Dan ben ik helemaal zo, dat vind ik helemaal mijn look. Dus die blazers zijn toch nog steeds welkom hier. Dat kan ook heel mooi zijn, die navy short met dit jasje. Ik ga alles snel wassen, zodat ik het snel allemaal aan kan. Nou, deze zag ik helemaal aan het begin. Hij is dus een hele leuke. Hij is helemaal gerimpeld, dus ingeperst. Waardoor hij dus eigenlijk heel veel stretch heeft. Maar het heeft iets heel fragiels. Door die onzichtbare aardslelijke pailletten in wezen. Maar, en dat grijs. Maar ik trok hem nog een keer aan bij de spiegel. Toen zei een vrouw daarover, nee, dat is heel mooi. Toen dacht ik, ja. Dat was ook mijn first thought, maar toen ik hem ging analyseren, dacht ik, waarom eigenlijk? Maar dit is ook zo'n heel comfortabel dingetje. Dus ja, die heb ik ook meegenomen. Dan nog twee dingen. Een preppy Ralph Lauren jasje van Sydney. Die heeft ze nu naar school aan. Ik heb hem daar een paar maanden geleden ook gezien en niet meegenomen. Nu dacht ik, ja, mij zou dat niet staan. Maar bij zo'n klein grietje is het toch schattig. Dus ik heb hem meegenomen. En hij staat heel cute. En deze. Die staat in 2. Maar Sydney is nu bijna 3. En die past dit nog niet. Dit is echt eerder voor 4, denk ik. Maar ja, heel leuk dat het zo tuttig is. Dus ja, deze heb ik ook meegenomen. Nou, hele bevalling. Ach, jongens, leuk dat jullie hebben gekeken. Als je zelf tips hebt voor een leuke kringloop, let me know. Heel vaak helpt mij dat, want dan ken ik ze gewoon nog echt niet. En tot de volgende! I said from my soul.